Wie mag ik dit overhandigen? Nou, ja, dan... Kijk eens aan, 25 jaar. Heel erg bedankt. Huh? Ja. Alsjeblieft. Chinees-vegetarisch restaurant Yuan in Lelystad bestaat vandaag precies 25 jaar. Het feest begon gisteren al met een echte traditionele leeuwendans op de stoep. Je wilt eigenlijk met de leeuwendans het ja, geluk verspreiden. En dan voor Yuan voor 25 jaar bestaan. Nou, dat was voor ons gewoon echt bij uitstek iets om te laten zien van joh, jullie zijn een traditie in Lelystad. En wij willen met een stukje Chinese traditie dat ook eigenlijk eren. Inderdaad, Yuan is een traditie in Lelystad. Een van de eerste Chinees-vegetarische restaurants in Nederland. Opgericht door de heer en mevrouw Ngai, de ouders van Lok Lam. Zij wilden heel graag ook iets voor de mensen doen. Dat vegetarisch eten ook veel meer beschikbaar laten maken en het met mensen delen. Dus vandaar zijn ze dit restaurant ook gestart. Inmiddels is Yuan niet meer weg te denken uit Lelystad. Maar wat betekent Yuan eigenlijk? Dat betekent verschillende dingen. Bij Chinese karakters is het ook dat het verschillende betekenissen kan hebben. Nou, wij gebruiken vaak van het voorbestemde ontmoeting. En ja, dat dingen, bepaalde dingen voorbestemd zijn. Ja. Het gaat ook om de band tussen de mensen. En dat zien we eigenlijk altijd terug met de band met onze klanten. We hebben best wel veel vaste klanten en proberen toch altijd een goede band met ze op te bouwen. In 25 jaar bouwde Yuan een trouwe klantenkring op. De vaste klanten sleepten het restaurant door de moeilijke coronaperiode. Die hebben ons echt heel veel gesteund in deze tijd. Elke week dat ze wel eens langskomen om te af te halen. En we zijn ze echt ontzettend dankbaar dat ze ons al die jaren hebben gesteund. En met vaste klanten die je met een leeuwendans geluk en voorspoed wensen, moet het dan wel goed komen in de komende tijd. Hoe vermoeiend zo'n dans ook is. Ja, het was flink vermoeiend. Ik hoefde gelukkig alleen de achterkant van de leeuw te doen. Mijn dochter die deed de voorkant. Die moest alle mimiek en alle bewegingen doen. Best zwaar, maar het is wel een traditie. Ja. Nou, morgen heeft ze goede spierpijn.